Geen genade voor wie de gsm vast heeft tijdens het rijden. Politieagenten op de motor halen die bestuurders uit het verkeer en ze worden beboet. Ik heb meestal mijn handtas op de achterbank om mij te beschermen dat ik er niet aankom. Dan moest ik ergens zijn en ik wou CarPlay opzetten. Ik stond in file aan te schuiven. Ik dacht, ik zet een muzieksknop op. En blijkbaar staan er agenten in Burger en mag dat niet. Dus ben ik aan de kant gezet. Het mag inderdaad niet, want het zorgt voor ongevallen. Ja, in de wet staat dat je gsm in een houder moet zitten. En toch gebeurt het nog, dat blijkt vandaag. Auto na auto moet aan de kant. Uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt dat bestuurders de gsm gebruiken omdat ze het gevoel hebben dat ze moeten antwoorden op een melding. Wel, naast die druk, die sociale druk die ze voelen, is het ook het feit dat ze zich vervelen achter het stuur. Zo'n 15% zegt dat. Daarnaast ook 15% die zeggen dat ze het risico eigenlijk eerder laag inschatten dat ze een ongeval zouden veroorzaken. En zo'n 11% die zegt dat ze het doen om tijd te winnen. De sociale druk blijkt vooral bij jongeren te bestaan. Uit diezelfde bevraging zegt zo'n 20% van de bestuurders die jonger zijn dan 30 dat ze de drang voelen om berichten te beantwoorden. Bij bestuurders tussen de 30 en 54 jaar is dat veel minder. Daar voelt slechts 7% die druk. Quand je reçois un message, je passe souvent temps sur la route. Nochtans zijn de gevolgen niet mals. Een overtreder voor het hanteren van de gsm betaalt 174 euro boete plus 10 euro administratiekosten. En als het een tweede overtreding is, dan wordt het rijbewijs zelfs ingetrokken. En voor professionele chauffeurs is het nog strenger. Et votre permis de conduire va être retiré pour 15 jours. Vanaf de eerste overtreding wordt het rijbewijs meteen ingetrokken en moet het voertuig blijven staan.